Breda Nu. Je weet het meteen. Hey, Reginald, wat is dit hier voor een nachtelijk ontuchtig gedoe? Ontuchtig gedoe, dat klinkt heel mooi. Dan wordt het altijd spannend, hè, Kees? Ja, ja, daar hou ik wel van. Maar ja, goed, de mensen die mij kennen, die weten wat ik allemaal zoal doe naast wat fotograferen. En ik hou wel van verhaaltjes maken. En daar zijn we nu mee bezig, met een verhaaltje aan het maken. En dat samen dankzij met Helene, een heel dankbaar iemand om dat mee te mogen doen. En ik hou wel van fotografie waar een verhaaltje in zit of waar een... Nou ja, waar de kijker een verhaal in mag zien. Zonder nou alles te willen invullen in het leven. Maar daar zijn we nu mee bezig hier. Dus er staat ons nog iets te wachten? Ja, nou ja, ik hoop het van wel. Ja, ja, het is altijd, ik vind het altijd een heel spannend proces. Ik bedoel, je hebt wat dingen in je hoofd. Je hebt een locatie waar je mag zijn. Je hebt iemand die graag voor je camera wil staan. Dat vind ik ook heel fijn. Je hebt ook kleding, aankleding en alles tot met de sigaret aan toegeregeld. Dus, maar ja, dan is het. Je hebt ingrediënten, maar daarmee heb je nog geen foto. Nee. En dat doe je ter plekke. Ik ben echt iemand die echt op de plaats zelf mijn dingen bedenkt. Hè. Dat is dus ad hoc. Je hebt niet thuis zitten denken van dat en dat sowieso moet het worden. Of wel iets voorbereid. Nou, je hebt een kader. Je zet een kader voor je hoofd van nou, dit is het. Ik wil een fotoshoot aan een bar. Ik wil een verhaal maken. Ik wil een mooie dame in jurk met emotie of met verschillende emoties. Ik wil dat verhaal maken. Dat zit gewoon in me. Maar ik heb niet ter plekke van nou... Dit is precies het kader wat ik wil hebben. Of dit is precies... Nee, het is toch een interactie met elkaar. Het is, dus je wacht ook op wat zij doet? Ja, alleen laat iets zien of doet iets. Of net zoals net ook even een sigaret aansteken. Ja, dat kan ik bedenken. Maar ik kan hem niet helemaal tot 100% in mijn hoofd hebben van... Nou, dan zal ze dat wel zo doen. Want Helene is Helene. En als ik dat jou laat doen, dan jij doet dat op een heel andere manier. Of, ja, ik doe het zelfs niet. Nee, ik ook al een tijdje niet meer, maar toch, ja... Nee, zij normaal ook niet, maar voor deze sfeer is hij wel heel mooi. Oké, laten we even kijken wat jullie doen. Ja, goed. Oké, we doen het nog één keer. En ik vind het wel leuk als je hem... Nou ja, je hebt dat glas daar, dat je er ook contact mee maakt. En begin maar gewoon voor je uitkijken en dan langzamerhand naar mij. Dan moet jij dwars door die man heen kijken. Hoe doe je dat? Dat is de fotocamera is Reginald in dit geval. Dus ik kijk in de camera, maar voor mij kijk ik naar Reginald, kijk niet naar een camera. Want jij bent zelf regisseur, maar nou staat hij jou te regisseren. Hoe is dat dan? Heerlijk. Heb je zelf geen verantwoordelijkheid. Kun je gewoon dienstbaar zijn aan wat hij wil. Vind ik heerlijk om te doen. Ja. Je hebt niet de moeite dan om die overslag te maken. Ik zou het zo doen. Je hebt zoiets van, ik geef me over aan jouw handen nu. Nou, ik probeer dan mijn regisseur oog uit te zetten. En inderdaad meer in de acteurrol te gaan. Ja. En dat lukt niet altijd. Nou ja, ja.
soms geeft hij iets aan en ik ga daar dan iets mee doen. En dan neem ik wel de vrijheid om dat wat meer uit te bouwen. En dan krijg ik vanzelf wel terug of dat het is of juist helemaal niet. Reginald, het is een spel voor jou en voor Helene, maar het is meer dan een spel. Ja, voor Helene als model in dit geval, hè, of omdat ze ook actrice is, is het inderdaad spel. Je geeft wat spel elementen aan en zij kan daar vanuit haar eigen kennis en kracht en kunde, kan zij daar iets mee gaan doen op haar manier. En dat wil ik ook. Ik bedoel, ik heb Helene voor mijn camera, ik heb niet iemand anders voor mijn camera. Dat is één kant. De andere kant voor mij is het, gebruik ik dat spel om tot een bepaald resultaat te komen. Voor mij is het niet per definitie een spel. Ik zeg altijd wel, je moet het wel met elkaar in een bepaalde sfeer komen. Het leuk maken met elkaar, het willen doen met elkaar, want je vraagt ook wel iets van elkaar. Maar het is niet zo dat het voor mij alleen maar leuk is. Dat het is voor mij ook dat serieuze punt van ik wil nou net die ene emotie pakken. Want anders portretteer je iets wat je gemaakt hebt en je wilt iets hebben van die persoon, toch? Precies. En anders wordt het echt alleen maar van jezelf en niet meer van die persoon. Want ik kan natuurlijk alles eraan doen om in dit geval alleen maar ook andere mensen die ik voor mijn camera heb helemaal alle vlekjes weg te halen die er zijn. Dat kan tegenwoordig. Maar daarmee worden het geen mensen meer. Dan zijn het geen mensen meer voor je camera. En dat vind ik nog steeds het allerbelangrijkste. Ja. Ja. En dat vind ik ook het spannendste nog steeds. Dus ieder mens is anders. Hè. Daarom verveelt me dit nooit. Een andere persoon voor de camera doet hele andere dingen. Ik hoorde net van jouw fotograaf dat hij zegt, ik wil de mens die ik fotografeer zien. En een rimpeltje of een wat dan ook klein ding. Laat ik wegdoen. Heb jij vanmorgen nog bij jezelf gedacht, misschien heb ik toch wel iets wat ik liever niet laat zien in mijn gezicht of zo? Nou, er is een heleboel in mijn gezicht wat langzaam maar zeker aan het zakken is en rimpeltjes. Maar dat is wel wat mij maakt. En ik merk dat ik steeds, naarmate ik steeds ouder word, dat ik steeds meer begin te accepteren. En we zijn eigenlijk op zoek ook naar het mooie daarvan. En natuurlijk ben je zo ijdel dat als je een foto van jezelf terugziet op een bepaalde manier vanuit een bepaalde hoek, dat je denkt, nou, doe die. Liever niet. Ja, ja. Dus jij kunt eigenlijk allebei op de voorgrond staan en op de achtergrond iets moois maken. Het kan, laat ik een ander over, maar ik doe het graag allebei. Ja, ja. En ik heb die afwisseling ook nodig. Dus ik zeg wel eens bij theater maken, zeg ik van regisseren vind ik leuk, maar spelen vind ik ook leuk. En ik denk dat ik allebei nodig heb. De een hoeft niet altijd zonder de ander te kunnen. Ofzo. In mijn geval is dat zeker niet zo. Het is niet zo dat ik alleen maar wil spelen of alleen maar wil regisseren. Je zei net, nou gaat hij de verkeerde kant op. Wat ja, bedoelde je? Dat is even te diep. Even dat je denkt, oh, dat je hem te diep maakt. Maar kun je dat makkelijk herstellen? Ja, maar er mag wel een stukje af hier zo. Ja, hij is nog niet. Hij moet iets zakken, die hals. Dus dan. Maar ik zie jou dat gewoon uit je hoofd doen. Is jouw anatomiekennis zo groot dat je dat gewoon kunt? Ik kijk af en toe wel even in een boek hoor. Maar ik weet het wel ongeveer. Ik heb wel best wel een aantal vrouwen gemaakt. Maar ik bestudeer het altijd wel. Maar ergens moet jij in je hoofd een soort vorm hebben waarvan je denkt, die wil ik hier hebben. Ja, maar ik ga langzaam genoeg om te weten hoe ik het moet doen hoor. Jawel. Het is van een levend model, zei je. Ja. Dus er zijn vrouwen die voor jou zeggen, ik vertrouw jou. Ik deed yoga. En zij was heel goed in yoga. En hier zo is dan dit modelletje. Hè? Kijk, ik had zelf eerst dit schetsje gemaakt, zomaar. En toen heb ik haar gevraagd of zij het wilde doen, zo wilde zitten. En dat heeft ze dus gedaan. En Toch niet al te lang, hoop ik, want zij kon dat gewoon, half uur, zonder probleem, hè? Zonder, dat vond ze een uitdaging, ook. Ongelooflijk. Om dat te doen, ja. Heb jij nou nog een speciale opleiding hiervoor gevolgd? Je hebt natuurlijk de academie gedaan, maar is dit nog een apart onderdeel van dat? Ja, ik heb wel
wel anatomie mogen doen in Utrecht, op de anatomieafdeling van de universiteit, heb ik toestemming gekregen om tekeningen te maken van prepraten. Ja. Dus dat is voor jou een mogelijkheid geweest om dit dan te kunnen gaan doen, want een andere kunstenaar kan dat niet zomaar. Ja, dat weet ik niet. Iedereen heeft zo zijn kwaliteit, hè? Ja, maar je zegt, ik heb een speciale studie mogen doen. Ja, ik heb ook wel een studieobject in de kast staan, hoor. Dat Pietje. Ja. Pietje. Moet ik Pietje kennen? Moet ik de kast erover doen? Moet ik Pietje kennen? Nee, je kent Pietje niet. Nee. Maar die heb je nodig gehad om dit uiteindelijk te kunnen dan? Ja, dat dacht ik dat ik dat nodig had, ja. Jij zegt het menselijk geheugen, dat vergeet een hoop dingen van anatomie en zo, dat moet je herhalen. Ja, het menselijk geheugen is beperkt. Hè, als je niet dagelijks met zoiets, met het lichaam bezig bent, dan vergeet je ook hoe het in elkaar zit. Maar dat komt er heel snel terug natuurlijk als je weer eraan begint. Ja, even naslagwerk doen en dan, dan weet je het wel weer ongeveer. Dus jij studeert daar ook op voordat je iets gaat doen? Ik heb dit wel bestudeerd, het anatomie. Omdat het menselijk lichaam is... ik doe wel abstract, maar ik doe ook het menselijk lichaam. Maar ik bedoel, op het moment dat je hier aan begint, omdat jouw geheugen, zoals je zegt, beperkt is, ga je weer opnieuw even studeren? Ja, ik kijk wel weer even hoe die hals loopt en hoe die spieren zitten. En zeker, tuurlijk. En hoe de oren zet is en zo, ja. Hier zie ik geen oren, hoor. Nee, aan de andere kant zit een oortje. Heb je Pietje zelf gemaakt of heb je hem gevonden? Nee, ik heb hem wel echt zelf gemaakt, ja. Ja. Ik heb ook eerst het skelet gemaakt van hout. En toen die spieren in was opgezet. Van de Madame Tussauds kwaliteit. Ja. Ik vind het wel heel bijzonder. Spier voor spier heb ik het opgebouwd. Ik ben echt eerst met het skelet begonnen. En toen de foto van het skelet staat ook aan de achterkant. En toen heb ik hem spier voor spier opgebouwd. Maar ik vind het op zich al een kunstwerk. Ja, is het ook. Waarom verberg je het dan? Ja, ik heb zoveel spullen staan, joh. Ja. Als ik jou nou zo in je atelier zie, dan zie ik ontzettend veel verschillende soorten dingen. We hebben net bij hout gestaan, maar ik zie ook dingen die in brons moeten worden gemaakt. Je hebt, hoe heet het, steen enzovoort. Marmer, ja. Schilderijen. Wat is nou jouw belangrijkste kunstuiting, of kan je dat niet zo zeggen? Nee, dat kan ik niet zo zeggen. Nee. Waar ligt het aan? Ligt het aan het weer of zo? Ik heb een idee. Ja. En dan denk ik, nou, dat idee dat past wel in hout. Of dat idee past wel in marmer. Of dat idee is veel beter voor brons. Dus dan maar dan ga ik toch even jou iets vragen. Van. Ja. Jij hebt over ideeën, maar waar komen jouw ideeën nou vandaan? Ik ben benieuwd naar bronnen bij jou. Want je zegt, ik heb een idee, maar een idee komt ergens vandaan. Ja. Maar dat weet ik dus zelf ook niet. Nee? Echt niet? Nee. Nee. Ooit een aanleiding of zoiets wat je zelf ziet of in een boek waar je leest of een verhaal of zo? Is het bij jou niet zo gekoppeld? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Ja, het heeft wel met gebeurtenissen te maken vaak, dat je een idee krijgt. Maar niet uit jouw eigen leven, gewoon in het algemeen? Jawel, bijvoorbeeld zoals die daar, zo dat schilderij. Als in das Himmel hinein, hè? Hoe heet het ook alweer? In das Himmel hinein, ja, bijvoorbeeld, ja. Vertel eens. Nou, dat is gewoon met zijn seksuele ervaring te maken. Dan zie je jezelf en dan zie je een paar borsten zo hangen. En dan denk je, oh, dat is mooi. Je bedoelt het blauw met rood? Ja, blauw met rood en wit, ja. Waar zie ik de borsten hangen dan? Ja, nou moet je maar even kijken. Ik zal straks even kijken. Maar nou ontsnap je er niet meer aan. Je hebt daar ook nog een penis staan. De tweede die ik hier zie, vrij geprononceerd. Dat moet toch iets zeggen ook over waar jij mee bezig bent of fantasie of wat dan ook?
Nou, dat was toen ik... toen ging ik naar Italië en toen nam ik dus eigenlijk afscheid van die vriend waar ik toen mee was. Mm-hmm. En toen kreeg ik die droom. Toen zag ik dat beeld voor met een penis en een vagina die uit elkaar gingen. Letterlijk dus. Ja, en toen heb ik daar dus ook een beeld over gemaakt. Nou, daar ben je dus niet, daar zit je niet mee, dat doe je gewoon. Je vindt gewoon, als dat opkomt en ik kan het, dan doe ik het. Ja, dat vind ik dan toch ook wel leuk om te doen. Hè? Meer dan leuk volgens mij, het is jouw kunstenaarschap. Nou ja, elk idee is welkom. Breda Nu. Je weet het meteen.